Vindt u het belangrijk om zo snel uh, bij de slachtoffers langs te gaan? Ja, dat sowieso. Uh, dat is ook onze rol natuurlijk: uh, empathie tonen met diegenen die onhulp of ondersteuning nodig hebben. Uh, maar daarbij ook nadrukkelijk met politie en met justitie overleggen om te zorgen dat we onze samenleving toch veiliger maken. Hoe reageerden de uh, pompmedewerkers op uw bezoek vanochtend? Nou, altijd positief. Mensen waarderen steun altijd. Uh, niet alleen van mij, maar ook van buurt, van de omgeving. Ik was daar ook niet alleen, ik kwam uh, nog een buurman binnen en dat wordt altijd gewaardeerd. Dus dat is altijd oké. Okay. Want ik neem aan dat de schrik daar er flink in zit. Ja, zonder meer. Maar nogmaals ook uh, de motivatie om door te blijven gaan en ook om samen onze omgeving uh, veiliger te maken. Nu zijn er al uh, meerdere overvallen geweest in de afgelopen weken in uw gemeente. Wat doet dat met u? Nou, dat motiveert mij enorm om, let op, met politie, met uh, justitie, met recherche, om te zorgen dat diegenen die daarvoor verantwoordelijk zijn, dat die worden berecht. En daar zijn intensieve gesprekken over. En ik, ik wil mijn steun ook uitspreken naar diegenen die nu een tandje bijzetten, wat hier echt gebeurt in Laarbeek, zodat nogmaals gesteld die overvallers in de kraag worden gegrepen. Want het is natuurlijk onacceptabel dat wij in onze mooie gemeenschap uh, last hebben van, uh, van deze overvallers.